29 september is het vandaag en dat betekent oogstfeest bij het landgoed Bredius. Volop peren en appels zijn te koop en hiernaast zit Dave Kortekaas die over een paar jaar de te herbouwen boerderij Hofstede Batenstein zal exploiteren als een prachtig parkcafé. En hij zit hier al lekker de stoofperen klaar te maken. Dit landgoed is oud. Het is in 1824 opgekocht door notaris en burgemeester Jacobus Bredius van Woerden. Er stonden hier ooit steenfabrieken die vooral dakpannen maakten van de afzettingen van klei van de Oude Rijn. En natuurlijk kunnen fruitbomen daar heel mooi gedijen. Nou, we gaan er vandaag van proeven. We staan hier met Hester Veldhuizen, coördinator van de vele vrijwilligers van het landgoed Bredius. Hester, hoeveel vrijwilligers hebben jullie wel niet? Nou, wij hebben op dit moment zo 75 vrijwilligers die op het landgoed werken voor de stichting Landgoed Bredius. En daarnaast hebben we nog een tiental vrijwilligers van Abrona, of mensen van Abrona die ook op het landgoed werken. Voor de, nou ja, de club heet dan, of die groep heet dan Nu Doen Groen. Die werken overal in Woerden, op, bijvoorbeeld bij boerinnen ook, maar ook op, bij ons op het landgoed Bredius, 2 dagen in de week. Dus al met al zijn er toch wel zo'n 85 vrijwilligers voor de stichting Landgoed Bredius actief. Dat is een hele hoop. Nou is vrijwillig natuurlijk niet vrijblijvend. 85 mensen. Hoe houd je die mensen betrokken? Wat is je geheim, Hester? Nou, een geheim. Er zijn heel veel vrijwilligers natuurlijk al op leeftijd. Hè? We hebben veel mensen die al toch wel of met pensioen zijn of al op die leeftijd net ervoor zijn. Maar toch wel allemaal wat oudere mensen die heel betrokken zijn bij... Ja, het landgoed Bredius, soms al van oudsher, mensen die al jaren actief zijn. Maar heel belangrijk is om aandacht te hebben om, voor vrijwilligers. Om, wij hebben op alle verschillende groepen, dus er is de fruitbomengroep, er is de educatieve tuin, de natuurspeelweide, de moes- en pluktuin en het beheer. En op iedere groep zit een coördinator die aandacht heeft voor de vrijwilligers die wekelijks of tweewekelijks komen om te helpen. Belangrijk is dus dat de communicatie met je vrijwilligers heel goed is. En ook op gezette tijden toch je heel erg je waardering te uiten. He, door om eens met elkaar, ja, dat is dit jaar natuurlijk even wat lastiger geweest met corona. Maar om eens een avondje te organiseren of een lunch of een etentje. Of, nou, zo doen we op allerlei mogelijke manieren ons best om de vrijwilligers te behouden. Binden, dat is toch heel belangrijk. Ja. Nou willen jullie met z'n allen... de visie neerzetten. Wat was de visie ook alweer voor het landgoed Bredius en wanneer is die tot stand gekomen? Oeh, je moet me niet naar de specifieke tekst vragen. In 2014 is de stichting Landgoed Bredius opgericht en vanaf 2015 heeft de gemeente Woerden het beheer van het landgoed overgedragen aan de stichting Landgoed Bredius. En volgens mij willen jullie samen een paradijs creëren in de stad. Een paradijs in de stad. Kan je daar iets over vertellen? Ik zelf ben vanaf 2018 vrijwilliger of bij het landgoed Bredius betrokken. Ik ben als vrijwilligerscoördinator begonnen. Ik ben inmiddels ook de coördinator van de moes- en pluktuin. En ik zit wel in het bestuur. Alle ins en outs van de historie weet ik niet zo op te lepelen. Er staat hier heel veel informatie in. Dit tijdschrift, deze glossie, is de afgelopen 5 jaar, of die is in het begin 2015-16 of zo gemaakt. We zijn nu bezig met een nieuwe uitgave. Hier staat heel veel informatie in, vind ik zelf heel prettig om te lezen. Belangrijk is toch vooral voor dit landgoed dat we het een plek willen laten zijn, een paradijs in de stad, waar je kan wandelen, waar je kan genieten van de natuur, waar rust is, maar wat ook toegankelijk is voor mensen, ook met jonge kinderen. En vandaar dat we het afgelopen jaar dus de natuurspeelweide hebben kunnen realiseren. Nou, dat is echt ook een paradijsje, want daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. Maar dat betekent natuurlijk wel dat het iets drukker wordt in het landgoed. Maar er zijn nog zoveel plekken waar je ook nog in alle rust kan vertoeven. Hè?
Nou, de Hofstede is natuurlijk een doorn in het oog dat 11, 12 jaar zo afgebrand hier staat. Gelukkig is het nu zover dat het toch weer herbouwd gaat worden. De Hofstede is de boerderij die hier, nou, iedere boerderij denk ik weet dat die afgebrand is en dat die er zo bij staat. Die gaat herbouwd worden en dat wordt een restaurant, een theehuis. En ook vanmiddag zullen de mensen die dat gaan exploiteren, zullen er zijn. En daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee dat het een theehuis of een restaurant wordt in dit landgoed. Want het is natuurlijk een schitterende plek om lekker even koffie en thee te drinken en lekker taart te eten. Ik begrijp dat we vandaag snelle peren hebben. Ja, ik heb snelle peren en langzame peren. Dat is misschien wel grappig, ja, want ik heb deze peren, ik ben even de naam vergeten, maar die moeten 4 uur koken. En dit zijn eigenlijk stiekem handperen en die schijnen enkele minuutjes nodig te hebben. Dus ik wou met deze maar beginnen, dan kun je het even proeven. En daarna wilde ik de rest van de middag lekker op mijn gemakje die andere peertjes doen. We gaan alles proeven, ja. Lekker. Het voornaamste werk is schillen. Dat is het meeste werk trouwens en het ingewikkeldste. En waarom is het ingewikkeld? Ja, kijk maar. De rest doe je gewoon in een pannetje en gooi je alles erbij en laat je het gewoon staan. En wat ga je er precies bij gooien straks? Een halve citroen. Ik ga erbij doen witte port. Gewoon simpele witte port. En ik ga er voor de helft witte wijn bij doen. Ik doe wat sterrenijs. Doe ik erbij. En ik ga het met Ceylon thee erbij doen. Oké. Okay. En dat is een vanillestokje. Vergeten. Bijna. En is dat een conventioneel recept of een beetje onconventioneel? Nee, ik wilde eigenlijk iets onconventioneels. Ja, want met gewoon rode wijn en port kent iedereen. Mm-hmm. En het leek me leuk om hem een beetje blank te houden. Dat je echt nog het peertje ziet. En toen dacht ik, nou dan geven we geen rode port, maar witte port erbij. En witte wijn in plaats van rode wijn. En toen heb ik de kruiden een beetje aangepast. Toen leek het me wel lekker om thee te gebruiken erbij. Dus dat... We zijn benieuwd. Ja. En vooral ben ik eigenlijk ook heel benieuwd of wij dit bijvoorbeeld ook kunnen gaan proeven. Als jullie zometeen de oude boerderij Hofstede Batenstein gaan exploiteren. Want dat is wat jij met je vrouw gaat doen, nietwaar? Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. Ja, kijk, ik ben niet echt een kok. Dus ik vind het wel leuk om te koken en ik heb wel wat ideeën erover. Maar in ons restaurant straks gaat wel echt een kok werken. En wellicht is het een succes en past het bij een gerecht. Dan zou het wel leuk zijn natuurlijk. Ik vind het sowieso, lijkt me wel ontzettend leuk om dingen uit het bos te gebruiken in de gerechten. Dus. Maar dat moet zich nog bewijzen. Wordt vervolgd. We zijn allemaal ontzettend benieuwd. Hey, proost. Ja, proost. Wat is het? Appelperensap van het landgoed. Oh, lekker. We staan hier met Dick Staal van de Fruitbomengroep. Dick, ik zie hier allemaal peren. Brede Rode, Winter Jan, San Remy. Maar in de supermarkt vind ik alleen de Doyenne, de Commis en de Conference. Hoe komt dat toch? Nou, dit zijn stoofperen, maar in de supermarkt wordt de meest verkocht handperen. En dat zijn Doyenne, de Commis en de Conference. En in december of zo, tijdens de kerst, zie je ook nog Gieze Wildeman als stoofpeer. Maar de rest zie je maar weinig stoofperen in de supermarkt. En hoe verklaar je dat? Omdat de consument tegenwoordig geen tijd heeft om zelf stoofperen te bereiden. Want ze moeten schillen en stoven en zo. Ze kopen liever kant-en-klaar een pot met stoofperen. En in deze tijd van corona dat we allemaal thuis hebben en misschien wat meer tijd hebben voor het huishouden. Is dit iets wat misschien juist weer in kan komen? Dat zou best kunnen, want de mensen werken veel thuis. En dan kan je tussendoor eventjes een pan stoofperen schillen. En die zet je op en die moeten ongeveer 1,5 uur stoven, dus tegen de kook aan. Nou, daar hoef je verder niks aan te doen. Het werk gaat door. En hoe eet je dat dan vervolgens op? Is dat een toetje of is dat... Nou, hoofdzakelijk wordt gebruikt als bijgerecht. Net als appelmoes en ook vaak bij wildgerechten. Daar worden dus ook vaak stoofpeertjes geserveerd. Zie ik jou dan in de keuken staan met schort voor om dat zelf klaar te maken? Ja, ik heb inmiddels al 15 van die appelmoespotten vol met stoofperen. Gestoofd in de kruwijn.
En ik heb thuis ook al inmiddels ruim 200 potten jam gemaakt in 6, 7 verschillende combinaties. En 15 potten met saus, bosvruchtensaus en frambozen rode bessensaus. Dus we zouden wel bij jou te eten kunnen komen, want je hebt genoeg, zo te horen. Ja hoor. Ik ben ook al ruim 15 jaar kookverwilliger in het inloophuis. En dan kook ik altijd een drie gangen menu. Alleen op dit moment is het helaas niet mogelijk om met 30 man in die ruimte te zitten voor een warme maaltijd. Dus nu doen we dus van 12 tot 4 inlooplunch. En dan maak ik iedere maandagmorgen soep van de week. Ongeveer 40, 50 kopen soep waar ze dan de hele week van uit kunnen tappen. En dan krijgen ze verder, kunnen ze dan tossies of een broodje gezond of een broodje bal gehakt. Wat we dan klaarmaken. En stoofperen? Dat doe ik ook altijd als ik moet koken. Ik heb ook al een 5 liter emmer appelmoes in de diepvries staan en een 5 liter emmer met rabarbermoes. Maar ja, op dit moment gaat het nog niet natuurlijk, gezamenlijke maaltijd met 30 personen. Maar we hopen dat het toch weer een keer mogelijk is en dan is het alvast klaar. Ik zit hier met Anne Rutten en Anne, jij werkt bij Modderlab. Wat hoor ik nou? Zeg nog eens. Modderlab. En wat is het Modderlab precies? Ja, het Modderlab is een bedrijf wat zich inzet om zoveel mogelijk vies te worden voor kinderen. Zoveel mogelijk vies te worden. Ja, maar ze worden bij mij thuis ook wel vies hoor. Ja, dat klopt. Maar we hebben hier het Modderrestaurant. En bijvoorbeeld hier bij deze activiteit. En dat is het hoofdding, is echt vies worden. Dus koken met modder. Doen alsof je moddertaarten serveert bij de ouders. En daarnaast doen we ook activiteiten die thuis eigenlijk niet mogen. Dus of timmeren, of slijm maken, of proefjes. Nou ja, noem maar op. En waarom is het zo belangrijk dat kinderen lekker vies kunnen worden? Nou, wij als Modderlab vinden het heel belangrijk dat ze kunnen ontdekken en dus ook durven dingen te doen die misschien thuis niet mogen en dat het dus soms even fout gaat. Dus dat dan wel je hele laars vol loopt met water. Maar dat maakt niet uit, want dan ontdek je dat het dus misschien niet heel lekker voelt, maar wel heel leuk is om in het water te spelen. En dat je dus droge sokken mee moet nemen de volgende keer. Geweldig idee. Ik denk dat ik het ook ga doen. Nou, je bent welkom. Dankjewel. Graag gedaan.